Ik snap niet dat dat zo ver uit kunnen komen, want het is 3 jaar geleden ooit met dat filmpje begonnen. In juli 3 jaar geleden. En ja, dit is misschien wel het resultaat, maar in het begin ging het niet zo hard. Maar toen iemand de wereld draait door te houden, een jaar, toen ging het heel omhoog qua bekendheid. En toen was het eventjes minder, maar nu is het weer helemaal power. Power! Ik sta er nog perplex van. Hé, hey, daar een chandeertrekker. Een mooi ding. Power! Ja, dat is mijn merk. En nog één. Een 6320. Helemaal goed. Hoe kwam je eigenlijk op het idee om een speciale fandag te organiseren? Nou, dat is, ik heb dat zelf niet helemaal georganiseerd. Wij hebben het terrein wel beschikbaar gesteld met de firma Woltering uit Beltrum. En die verkopen deze spullen en die vonden het wel een keer leuk om zoiets te organiseren. Maar Gerrit Vossers is daar natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van. Ja, tuurlijk. Als je dan Gerrit Vossers 6320 erbij zet, dan gaan bij wat mensen de ogen wel open. Ja. Nou, ik vind het wel grappig. Want hij was eigenlijk met zijn werpraat bezig en dan komt er een keer een chandeertrekker langs. En dan zegt hij gewoon, ja, dan gaat hij daarmee bezig. Ten eerste door zijn weerbericht met het poor, die 3620. Maar ik ken dus Gerrit Vossers dan sowieso al wel een beetje via Facebook en via Facebook, Twitter en en zijn nieuws. En toen kwam daar van de chandeerder erbij. En nou, die dacht erbij wat hij georganiseerd heeft met Woltering samen. Dus En het weer werkt meer, dus dat is ook mooi om even te kijken. Wat zijn voor jou nou de mooiste dingen hier? Toch dat je er wel bent. Ja, alles eromheen en nog even kijken naar alle werking en de machines weer erachter hangen. En sowieso de nieuwe uitvoering met de GPS, werkt toch ook allemaal weer super. Ondanks dat ik daar zelf nog niet mee opgegroeid ben, maar de mijne heeft dat niet. We zien ook een aantal hakselaren, we zien echt gigantische machines hier staan. Blijft de 6320 nou nog steeds de mooiste? Ja, ze kennen me alleen van de 6320 en ik ben ook 30 jaar getrouwd met dezelfde vrouw en dat vind ik ook nog de mooiste. Dus met de tractor zal het ook wel zo blijven. Pah!